Mike, de hoeveelste avondvierdaagse? Oeh, dat is een hele goede vraag. Dit is de, uit mijn hoofd, 78ste keer. Maar voor jou als voorzitter, de eerste? De eerste, ja. Ja. Zenuwachtig? Ja. Nee, dat valt wel mee. Hoeft niet. Die organisatie staat wel, hè? Ja, gelukkig wel. Het is wel, de vorige organisator Wietse Dijkstra heeft natuurlijk heel veel gedaan. Ja. Had heel veel ja. in zijn hoofd. Ja. Waardoor wij toch wel tegen dingen aanlopen van, hoe was dat geregeld, hoe is dat geregeld? Ja. Dus daar lopen we nu ook tegenaan. Maar ja, dat dus hoort er een beetje bij. Dus jullie moeten nu ook op een aantal zaken weer het wiel opnieuw uitvinden? Helemaal correct, ja. Hey, en hebben jullie voldoende vrijwilligers? Want dit kost wat, hè? Ja, wij zitten nu heel krap in de vrijwilligers. Ja. En ja, je merkt natuurlijk overal bij alle organisaties waar vrijwilligers nodig zijn. Ja. Maar het wordt wel steeds krapper. En er komt een moment dat we even soms niet meer door kunnen gaan. Als het zo, dat moeten we niet hebben. Nee. Mensen die zeggen, ja, maar dit is zo'n leuk evenement. Ik wil meedoen en ik wil meehelpen. Ja, kan dat zeker. Waar melden die zich? Je kunt gewoon via de website naar info@amersfoort.nl. Avondvierdaagseamersfoort.nl kunnen ze een mail sturen. Ze kunnen mij bellen. Alle contactgegevens staan op de website. Wat voor soort werkzaamheden kunnen ze verwachten? Waar hebben jullie die hulp bij nodig? Vooral het stukje verkeersregelen. Ja. Dus op de kruisingen staan. Ja. Verkeer tegenhouden. Ja. Wandelaars tegenhouden. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak van een dus vrijwilliger. Daar hebben jullie de meeste menskracht nog voor nodig? Daar hebben wij heel veel mensen voor nodig. Ik hoop dat ze zich gaan melden. Ik hoop het ook. Er zijn er zat, zou je zeggen, die mee wandelen. Ja, dus die kunnen ook wel een avondje mee helpen, toch? Vind ik ook. Heb je helemaal gelijk in. Wij gaan het vragen. Jullie heel veel succes, heel veel plezier. Dankjewel. Tot donderdagavond in de Westerstraat. Hè? We gaan er voor een feestje van maken. Heel mooi. Succes. Dankjewel.